Shake that mug. Goedemorgen. Even filmen met mijn telefoon, want ik ben mijn camera vergeten en ik heb Sarah net naar school gebracht. Maar we hadden best wel haast. En nu heel even snel naar de winkel oplopen. Twee dingetjes weer vergeten, dus weer naar de winkel. En dan naar huis. Het is de laatste dag van het trooproces, dus het is echt nog vroeg. En daarna nog 3 weken. En na die 3 weken eindelijk zomervakantie en ik heb er zo'n behoefte aan. Eindelijk thuis. Wat heb ik aan? Het jasje is van Rinascimento. Die top, dat is met die bewerkte mouwtjes van Envy. Rock Cara Millen. En ik heb weer pumps aan eindelijk. Deze zijn van Geox. En nu even heel snel door mijn huis. Want ze zijn om 12 uur al uit. En met de afgelopen dagen lig ik een beetje achter. Oh, een jasje uitkrijgen met één arm is soms best wel lastig zo. Dus even heel snel alles doen voordat ik zeg op ga halen. Het wordt vanmiddag als het goed is wel weer echt lekker weer. Dus daar heb ik echt zin in. Morgen heel heet. Dus yeah. Ik heb morgen ook echt wel een kruis in mijn agenda gezet. Rondje huishouden weer gedaan. In ieder geval van heel stuk. Zo lang heb ik nu niet zochtes. Brood klaarleggen en dan ga ik Sarah weer ophalen uit school. Vanmiddag kijkles op zwemmen, dus dat vind ik leuk, want dat is best wel een tijd geleden. We zitten in de auto nu, we gaan naar zwemles. Ik heb net even een snelle pitstop gedaan bij een vriendin die is zwanger. En, ja, en die moest de kattenbak doen en haar man is er niet. En ik vind dat zwangere vrouwen geen kattenbak mogen doen, want ik vind toxoplasmose echt wel een dingetje. Dat zal je maar gebeuren. Jij hebt het gedaan. Dus ik heb dat even snel gedaan en nu snel door naar het zwembad. Echt zo leuk, we zijn thuis en ik ben aan het koken en Sarah die is hier, die is een barbecue vanmorgen aan het organiseren, een zwembad barbecue feestje en die is gewoon met mijn telefoon mensen aan het uitnodigen. En heel veel mensen kunnen. Ja, nou we weten, heel veel mensen laten het weten of ze kunnen, want het is een beetje laat, een paar kunnen sowieso. Echt te grappig, ze organiseert het gewoon even. Jeetje, nou hebben we dus morgen een barbecue, maar aangezien Sarah heel veel mensen gesproken heeft, heb ik nu op dit moment gewoon werkelijk waar geen idee hoeveel mensen dan komen. Wat heel erg handig is als je een barbecue organiseert. Ik weet dat een paar mensen tegen haar hebben gezegd dat ze even moest kijken, omdat ze ook wel al plannen hadden. En ik weet van 2 dat ze komen. En ik weet van een paar dat ze, daar wist ik eigenlijk wel een beetje van dat ze niet konden. Maar goed, Sarah wilde ze heel graag uitnodigen. En wie weet heeft iemand toch een beetje andere plannen. Dus dat had nog gekund. En verder, ik heb echt werkelijk waar 0,0 idee. Dus ik hoop dat ik dat dadelijk allemaal weet. En ik heb weer honger.
Wat ga ik eten? Ik vind het zo irritant. Af en toe ben ik eigenlijk alles zat, maar dan heb ik wel trek. Ja, ik ga even nadenken. Ik heb even lekker fruit gemaakt. Morgen veel te doen, dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Laat dan ook even een duimpje achter. En zie ik je morgen. Doei!